tweedehands goederen verkocht die niet geschikt zijn voor de hulpverlening in het buitenland. Zoals boeken, speelgoed, spelletjes, serviesgoed, meubelen en nog veel meer. Met de opbrengst ondersteunt Dorcas verschillende hulpprojecten in Oost-Europa en Afrika. Een van de winkels is de Dorcas-winkel Heemstede aan de Havenstraat. In de winkel werken ruim 80 medewerkers. Het begon allemaal met dit pand. Een voormalige garage en autoshowroom. Het pand wordt met beperkte middelen verbouwd tot winkel. Met de enorme inzet van vrijwilligers wordt er een winkelindeling gemaakt. Er wordt geschilderd, getimmerd en gesjouwd. In andere Dorcas-winkels is een volledig winkelinterieur bij elkaar gespaard. Een toonbank, servies, tafels, kledingrekken. En dus kan de winkel snel worden ingericht. Er wordt een stukje in de krant gezet en een grote groep potentiële vrijwilligers meldt zich voor de eerste informatieavond. Medewerkers worden ingewerkt, de winkel wordt in gereedheid gebracht en de eerste winkeldag is, zoals in alle Dorcas-winkels, een geweldig succes. De vrijwilligers hebben het al snel naar hun zin. Er moet in de winkel veel geregeld worden om alles succesvol te laten verlopen. Elke ochtend wordt er gestart met een ochtendpraatje. Er wordt verteld hoe de voorgaande winkeldagen zijn geweest, welke nieuwe acties er in de winkel zijn en wie op welke plek staat in de winkel. Kassa, gezellig met Marijke en Esmira. De catering. Ik vind het heel erg leuk om alles netjes neer te zetten en aan te vullen. En ik ben dus helemaal een boekenfan. Het is gewoon zo. Aan de kassa is het vaak heel druk en dat is ook heel leuk om te doen. Ja, leuke collega's ook? Hele leuke collega's, zeker. Ja, dat is het ook, de gezelligheid, dat je dan met elkaar koffie drinkt. Tussen de middag even lunchen. Heel gezellig, ja. Om elke dag weer een goede bezetting te hebben in de winkel, wordt een uitgebreid rooster gemaakt. De vrijwilligers weten zo op tijd welke dag ze op welke plek zijn ingedeeld. De schoonmaakklussen, zoals wc's boenen en stofzuigen, worden 's morgens verdeeld. De Dorcas-winkels hebben een enorme inbreng van goederen. Mensen weten dat de opbrengst van de winkel volledig naar het goede doel gaat en dus worden er veel goede spullen gegeven. Wat kom je nou zo al tegen? Ja, van alles. Ik kan zo gek niet denken. Van gewoon papier tot aardwerk, tot speelgoed, tot wc-brillen, tot ondergoed, tot kleding, alles. Je komt alles tegen. Ik dacht dat ik heel veel gezien had, maar moet je echt een keer bij zo'n winkel gaan werken om te weten wat er allemaal... Elke dag een verrassing. Elke dag een verrassing, ja. Ik vind het leuk om te werken hier. Prachtig. De goede spullen brengen we hier en de andere spullen brengen we daar. En zo is het, weet je. De kleding, oh, ik heb kleding. Oh, prima kleding. Hartstikke goed. Heeft u hulp nodig? Nee. Nee? Nou, mooie hoed, hè? Misschien doen we het. Maxima. De spullen worden, die we gaan verkopen, worden in de dozen gezet. En die zetten we dan weer in de stelling voor de mensen van huishoudelijk, zodat ze daar uitgezocht kunnen worden. En hier verzamelen we spullen voor kerst, Sinterklaas, oranje spullen, paasspullen. Die gaan dan naar de opslag en als het weer tijd daarvoor is, dan halen we het weer tevoorschijn. We sorteren alles, koper, ijzer, hard plastic, zacht plastic, glas, elektra, wat we weggooien. Er is een tafel waar huishoudelijk wordt geprijsd en een aparte tafel waar kleding kan worden beoordeeld. Weet je nou welke prijs je erop zet? Hier hangen wat indicaties van dames en heren, kleding. Dus welke prijs je of welke prijs. En je beoordeelt ook een beetje zelf hoe het eruit ziet. Het is vrijwilligerswerk, maar het is ook heel goed dat er voor het publiek mensen die zelfs geen water hebben, daar worden waterpompen voor gemaakt. Het is een goede organisatie. Ja, het is echt leuk werk hier. Ja? Ja. Ontspanning weer. Dat wordt dus in het koffieapparaat meegeleverd. Dank je wel. In het koffieapparaat. Dus we kunnen zo koffie zetten. Ja. Vrijwilligers
klaar staat in de kantine. Kort gezellig even bijgepraat, maar niet te lang, want de winkel begint al aardig vol te lopen. Klanten hebben vragen of worden geholpen met een keuze voor leuke kleding. Ik ben styliste van beroep en ik wil graag een dagje inzetten om het hier ook weer leuk te krijgen. En hoe mooier de winkel is, hoe meer er verkocht wordt. En hoe meer er verkocht wordt, ja, hoe groter de opbrengst wordt kunnen doen. De Dorcas vrachtwagen, die beschikbaar is gesteld door Dorcas Nederland, gaat 's morgens vroeg op pad om spullen bij mensen op te halen en te brengen. In Heemstede moeten mensen eerst een foto sturen van de meubels voordat iets wordt opgehaald. Dit voorkomt dat er te veel oude, niet verkoopbare meubels worden opgehaald. Dus het meeste wat dan aangeboden wordt, nemen we wel mee. Maar als het 3 hoog naar beneden gedragen moet worden, laten we het staan. En als het echt stinkt, nemen we het ook niet mee. De vrijwilligers lunchen in shifts, omdat er natuurlijk altijd mensen in de winkel moeten zijn om klanten te helpen. De omzet van de Dorcas winkels is enorm. Bij elkaar zetten de winkels zo'n 2 miljoen euro per jaar om. En daar kunnen veel goede projecten mee worden gesteund. Een winkel kiest zelf naar welke sector het geld gaat. Zo kan het geld bijvoorbeeld worden gebruikt voor een werkgelegenheidsproject, een gezondheidsproject, een landbouwproject of een sanitatieproject. De omzet die we met deze winkel realiseren gaat naar een water- en sanitatieproject. Vorig jaar is dat Mozambique geweest. En dit jaar hebben we met alle vrijwilligers gekozen voor Tanzania. Nou, wat wel mooi is, is dat we inmiddels de eerste resultaten ook voor Mozambique te horen hebben gekregen. De planning was om 7500 huishoudens te realiseren. Nou, met het eerste kwartaal van dit jaar gaan we dat ook realiseren. Dus dat is heel mooi. Wij hebben met de vrijwilligers gekozen voor water en sanitatie, omdat we toch vinden dat het de basis is. Het geeft een geweldig gevoel om te weten dat je samen een verschil maakt. Een verschil voor mensen die dat echt nodig hebben. De enorme omzetten uit de winkels zijn geen druppel op de gloeiende plaat. Maar met dat geld verandert het leven van mensen structureel. En dat is waar we het allemaal voor doen.